Op wat voor manier bent u van het UMC Groningen actief op mobile healthcare? Wij zijn actief. Ik werk op de afdeling psychose en wij passen virtual reality toe bij mensen met paranoïde psychose om die te leren omgaan met hun angsten en daardoor beter sociaal te kunnen functioneren. En werkt dat dus effectief? Ja, er loopt met ook een onderzoek naar waaruit positieve resultaten naar voren komen en uit de behandeling blijkt ook dat er angst zeker daalt en dat mensen ook beter in staat zijn om zich buiten hun eigen huis te begeven. Techniek in de psychologie toepassen, is dat nieuw voor u of is dat heel normaal? Nou, deze techniek in de psychologie toepassen is vrij nieuw, inderdaad. Er wordt wel gewerkt met sms-berichten en dat soort dingen. En appjes komen ook steeds meer op de markt. Temstem is daar een voorbeeld van. Er zijn er een paar apps die nu online zijn, maar er is nog wel een grote slag te slaan op dat gebied. Wat hoopt u dat de toekomst brengt voor u? Ik hoop dat wij beter in staat zijn om onze zorg helemaal aan te passen op de problemen die de patiënten ervaren in hun dagelijks leven. En daar kan de techniek wel bij helpen. En wat voor dingen verwacht u? Ik verwacht dat mensen meer op hen aangepaste zorg krijgen. Dus dat je bijvoorbeeld in het geval van psychosezorg zijn mensen bang voor dingen die soms nauwelijks voorkomen eigenlijk in de realiteit, maar door de angst bereiden ze zich daar toch op voor en wordt het voor hen moeilijk om te functioneren. Je kunt bijvoorbeeld met virtual reality situaties creëren waarin die angst een stukje werkelijkheid wordt en zij daar toch mee kunnen leren omgaan. Dus vanuit dat perspectief kun je mensen een stapje verder helpen dan tot nu toe het geval is. Wat denkt u dat het belang is voor zo'n congres Mobile Healthcare? Ik denk dat het belang is dat in ieder geval mobile health of e-health meer in de picture komt. En dat er ook een soort slag wordt geslagen tussen de techniek en de behandelaars op de vloer. Want dat, ik was net bij een lezing daarover, waar ook over de aanstaande technieken die er aankomen werd gepraat, maar ook over de consequenties voor de veiligheid daarvan. En daar puzzelen wij behandelaars behoorlijk mee. En het is belangrijk dat je dat nu bij elkaar brengt.